Ons gesels vandag met Nico September, wat die aanneempa is van Jonathan Davids, een van die verdagtes, wat onskuldig, wat vrygelaat is, na die moord op Annine Boysen in februari van jaar. Nico, ons wil graag weet of daar enigszins iets goeds voortgespreid het uit die moord op Annine. Wat kan jy met ons deel? Ja, daar is baie goeie dinge wat nou tans na Annine se voorval aan die plaas vind is. Mens kan merk dat die mense is meer opletend op wale gaan. En hier is jeugprogramme waarmee ons tans bezig is om die jong mense bezig te hou. Hier is zelfs in beplanning een kinderhuis wat hulle bezig is om te beplan met wat vernoemd sal word aan Annine Boysen. So ja, baie goeie dinge het gespreid uit die voorval waarvan ons jeug kan baat vind in die toekomst. En denk jy dat die korrekte of die regte persoon in hegtenis geneem is? Wel, hy het gesê hy is skuldig in een van sy verklarings aan verkrachting. En so, ek glo nie enige een kan twyfel nog daaraan as hy self sê hy het haar verkracht nie. Het was nou net vir ons een skok dat hy so lang vonnis opgelê is. Nico, baie dankie. Dit is een plezier aan het.